zijn mijn MMA DNA Pro Picks voor UFC 228. Tyron Woodley versus Darren Till. Zeg ik decision voor Woodley. Ik denk dat de eerste drie ronden redelijk gelijk opgaat. Maar dat Darren misschien net iets meer punten maakt. En Woodley heel vaak voor de takedown gaat. De latere rondes wordt Darren toch moe. En dan kan Woodley meer druk uitoefenen, meer pressuren. En denk ik dat hij een verstandige wedstrijd vecht. En voornamelijk meer op controle gaat winnen. Dus ik zeg decision Woodley. UFC event voor aankomend weekend. Darren Till tegen Tyron Woodley. Ik vind ze allebei zo vreed. Maar ik denk... ik ga voor Woodley op punten. Ik denk niet dat dit een spectaculaire partij gaat worden. Ik denk dat Woodley het gewoon slim gaat spelen. Till veel op zijn gat gaat leggen. En dat Woodley het zo gaat doen. Woodley is een ervaren vechter, dus hij gaat slim spelen. Tyron Woodley tegen Darren Till. Wat een spannende partij gaat worden die waarschijnlijk heel close gaat zijn. Ik denk dat Darren Till zijn striking een stuk beter is dan Tyron Woodley. Hij is langer, hij is ietsje zwaarder waarschijnlijk dan Woodley. Dus hij gaat een goede kans maken. Maar ik denk niet dat Till al genoeg ervaring heeft om van Woodley te winnen. Ik denk dat Woodley de takedown gaat winnen. En ik ga zeggen in de derde ronde op TKO ground and pound gaat winnen van Darren Till. Ik ga voor Woodley op punten of knockout. Darren Till versus Tyron Woodley. Heel eerlijk denk ik dat Tyron Woodley gaat winnen met zijn worstelen. Ik hoop eigenlijk dat Darren Till wint. Ik vind het gewoon een stuk spectaculair om aan te kijken. En, we zullen het meemaken. Het wordt in ieder geval een knallende partij. En, we zijn aangekomen bij de main event en er wordt een hele mooie, er wordt een title fight in een welterweight tussen Tyron Woodley en Darren Till. Nou, Tyron Woodley is al een paar jaar lang kampioen eigenlijk. Maar ik ga je zeggen, Darren Till gaat deze partij winnen en die gaat voor een verrassing zorgen. Dit waren mijn MMA DNA Pro Picks.